Maar iedereen is dus heel trouw bezig geweest. Dus we weten nu dat de zon en de maan stonden stil. Vorige week, ik was het al vergeten moet ik eerlijk zeggen, maar jullie niet gelukkig. Dat de zon en maan stonden stil, dat was niet bij Gideon, maar dat was met Jozua. In het dal van Gidon. Hoe? Ah, nou, oké. Okay. Maar niet alleen de zon, maar dus ook de maan. 24 uur, hè? Dacht ik. Stilgestaan. Het is wat, apart. De zon en maan stil. Heeft de aarde dus stilgestaan? Want die draait eenmaal onze as. En in 24 uur om... Ja. Oké, okay, nou goed. We gaan verder met Galaten, ja? We zijn al aardig op weg. En we zijn nu in Galaten 6 vers 15. Want in... Nou, ik lees eventjes vanaf vers 14... Over dat roemen, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Nou, ik ben voor de wereld gekruisigd en de wereld is ook voor mij gekruisigd. Ik ben gewoon voor de wereld dood. Ja, en de wereld is voor mij ook dood. Nee, dat is het kruis. Ja, nou, we hadden net heel gesprek over de Passion. Ja, met dat kruis dat rondgedragen werd. Nou, u ziet het, ja, het is verschil, hè. Paulus praat over de inhoud van het kruis. En dat hebben we daar niet gehoord, in ieder geval. Dat heb ik inmiddels al vernomen ook. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Wat is dat nieuwe schepsel? Hij zegt, er is dus geen onderscheid tussen... er is geen kracht in de besnijdenis... In het kruis zit kracht, ja. De bekondiging van de gekruisigde Christus, daar zit de kracht, hè. En dat is de openbaring van de verborgenheid, waar Paulus over spreekt, door het kruis. Hè? En dat staat ook, door welke de wereld maar gekruisigd is. Het staat niet aan, maar door. Nou, dus in Christus Jezus heeft, dat is nu, de besnijdenis geen kracht en ook geen voorraad, maar alleen het nieuwe schepsel. Nou, wat is het nieuwe schepsel? Ik denk, we hebben vorige keer in Efeze 2 gekeken, hè? Dat Jood en Heiden in één lichaam. Galaten 3 vers 28 staat het ook, daar is nog Jood, nog Griek. Maar ik wil ook even met jullie dit ook lezen, dat is Colossense. Want daar staat namelijk ook nog wat bij. En dat is eigenlijk wel mooi om dat even te zien. Colossense 3 vers 10. Vers 9 zegt hij, lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Nou, als je dat zo leest. En je kent de verborgenheid niet. Dan denk je, ja oké, ik was ongelovig, de oude mens en nu de nieuwe mens. Maar de nieuwe mens betekent heel wat meer. Dat heeft te maken ook met de bedeling, de genade te maken, die uitdrukking. En dan zie je in de vers ook staan daarna, vers 11, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en vooruit. Zie je? Dus in die nieuwe mens, ja, hij spreekt over de nieuwe mens, het nieuwe schepsel. Je kan ook hier het duidelijk in lezen, want er staat, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem wat geschapen heeft. En wat ben je dan? Een schepsel. En je bent een nieuw schepsel. En een nieuw schepsel is veel meer dan alleen maar te kijken naar van ongelovig en nu ben ik gelovig. Ik was niet gered, nu ben ik gered. Ik was in Adam, ik ben nu in Christus. In Christus Jezus is nu in de bedenkte genade, nog Jood, nog Griek, nog besnijdenis, nog vooruit. Christus is alles en in allen. En dat heeft dus alles met een bedelingswaarheid te maken. In de evangelie kan je echt niet zeggen dat de Heer Jezus daar zou zeggen, er is geen verschil. Er is nog Jood, nog Griek. Of Petrus die zijn brief eindigt met in Christus. Zij waren ook in Christus. Maar er was wel degelijk verschil tussen de Jood en de Griek, tussen besnijdenis en niet de besnijdenis. Nou, hij zegt, daar is geen kracht, ja. We zitten in Galaten 6. Dus als we even naar Galaten 5 gaan, nog eventjes, dat hebben we vorige keer ook gezien. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, daar heb je het weer. Maar het geloof door de liefde werkende. Ja, nou, het geloof dat werkt door de liefde. Want in vers 5, wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Nou, natuurlijk de hoop der rechtvaardigheid. Ik ben gerechtvaardigd door het geloof. Maar de rechtvaardiging in mijn dagelijks leven, dat ik in Gods wegen wandel, dat krijg ik uitsluitend door het geloof in wat Christus gedaan heeft en in de brieven van de apostel Paulus.
En dan is een geloof dat door de liefde werkt. Nou, we hebben toen ook gezien dat er is geen verschil. We moeten even naar 1 Korinthe 7 gaan. En dan kom ik op mijn punt, 1 Korinthe 7, want het punt gaat om het nieuw schepsel. Ja, en de bedeling der genade waarin wij nu leven. En het moeilijke punt voor vele mensen, dat hij zegt, ja, je hebt die naar deze regel zullen wandelen, zal vrede en barmhartigheid zijn. En het Israël Gods. Ja, dan spreken we over dingen dat mensen zeggen, hé, waar praten we over? En 1 Korinthe 7, dan zie je wat Paulus daar zegt in vers 19. De besnijdenis is niets en de verhoorheid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods. Nou, we weten, de geboden Gods hebben we vorige keer gezien, hè? 1 Korinthe 14, vers 37. Paulus zegt, dat hetgeen ik u zeg, dat zijn de geboden des Heeren. Voor wie? Nou, voor het nieuw schepsel. Voor degene waarin is nog Jood, nog Griek, waarin geen besnijdenis of voorruit is, waarin geen verschil is. Daar zijn de geboden Gods voor die Paulus verkondigt. Dat is een groot verschil. Want als we dan gaan kijken naar de evangeliën, dat zijn niet de geboden, ja, wel de geboden des Heeren, maar niet voor het lichaam van Christus. Dus dan zie je dat verschil, ja. En wat is dan... als je praat over de kracht, ja, er is geen kracht. Paulus zegt nu. Nou moet ik even kijken, want dan moet hij dat ook weer zijn in Galaten. In Galaten zegt hij, ik word ouder waarschijnlijk, dus daarom houd ik het wat moeilijker. Maar dan zegt hij, in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. Dus dat verschil, als je dat doet, daar zit geen kracht in. Uitsluitend in het nieuw schepsel. En zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Er is een bepaalde regel nu in de bedeling der genade. En dat is, dat er is geen verschil. Het is het nieuw schepsel. En als ze daarna die regel zullen wandelen, dus dat ook zullen erkennen en daar in gehoorzaamheid naar zullen leven, dan zullen we ook de vrede en barmhartigheid ervaren. En ook het Israël Gods. Nou, hoe zit dat dan? Dus als hij zegt, ja, de onderhouding der geboden Gods, daar gaat het om. Nou, inderdaad, voor ons is dat natuurlijk nu in deze tijd dat wat Paulus zegt. Nou, en voor Israël was dat natuurlijk wat Mozes zei. En later, toen de Heer Jezus Christus kwam op aarde, aan Israël is wat gegeven? De wet, de verbonden, de beloftenissen. Dus nee, alles hebben zij toch gekregen. De heiden had helemaal niks, die was zonder God in deze wereld. Dus Israël had toen de tijd de geboden van God. Zij hadden ook de wet, toch? Dat was aan hun gegeven. En ze hebben ook alles gekregen wat wij nu krijgen. Alleen, ze zijn als volk gevallen. Maar er is nog een belofte voor dat volk natuurlijk. En met Pinksteren hebben ze natuurlijk dingen gezien. Toen werd het heil aangeboden. En God getuigde mede door tekenen en wonderen. Ja. Dus ze hadden zeg maar een kracht om gered te worden. Ze hadden een kracht ook om zalig te kunnen leven. Ja? Hij heeft met één offerande in eeuwigheid volmaakt. Ja? Een eeuwigheid heeft een eeuwige offerande gegeven, dat ze een eeuwig leven konden krijgen. En als we even naar Hebreeën gaan, even dat verschil te laten zien, want daar leer je natuurlijk ook heel vaak van de verschillen. Ja? Met toen en met nu. En nou, als we even naar Hebreeën 2 gaan, ik zei het net al, iets daarover. Maar dan zegt hij ook in vers 3, hoe zullen wij ontvlieden, wij, de Hebreeën, na de bedeling der genade en voor de bedeling der genade, toen met Pinksteren. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? De zaligheid, dat is de Messias en het Koninkrijk natuurlijk, dat ze daarin gaan. De welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere, dat is de Heere Jezus. Aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. Dus je hebt de Heere Jezus hier. Die heeft het aan de apostelen verteld. En de apostelen hebben het met Pinksteren hebben het weer aan hun verteld. En ze hebben het gehoord. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen. En medegelijk krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Zie je? Dus tekenen en wonderen en allerlei krachten van de Heilige Geest naar zijn wil. Dat hebben ze allemaal ervaren. Ze hebben het allemaal gezien. Dus Israël kreeg ook alles wat ze nodig hadden. Ja? Dat waren de geboden voor het volk van Israël
toentertijd. En dat ging natuurlijk ook om het offer van de Heer Jezus Christus. Daar is geen misverstand over. Absoluut niet, als kan je ook niet zeggen dat zij in Christus waren en wij in Christus. Dat heeft allemaal met het offer van de Heer Jezus te maken. Als je kijkt naar Hebreeën 9, ja, het is natuurlijk de brief aan de Hebreërs. En die gaat in de toekomst. Hebreeën, zoals wat de Romeinenbrief voor het lichaam van Christus is, dat is de Hebreeënbrief voor de kleine kudde. Vandaar ook dat je heel veel dingen leest, ook natuurlijk uit het Oude Testament en over de tabernakel. En in Hebreeën 9 vers 11, wat staat daar? Maar Christus, de hoge priester, de toekomende goederen gekomen zijnde, door de meerdere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed ingegaan, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebben. Dus hij heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht voor het volk. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen en heilig tot de reinheid des vleeses, 9 vers 13, nu 9 vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Te dienen. Zie je, dus hij heeft een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Ze hebben de kracht gezien. Ze hebben dus een kracht gehad om gered te worden. En ze hebben ook een kracht om hem te dienen. En dat is door het bloed van Christus. Je kan het ook mooi in hoofdstuk 10 zien. Hoofdstuk 10. Als je kijkt in vers 14. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten geven in hun harten, ik zal die inschrijven in hun verstanden, en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Inderdaad, als je vergeving hebt van al je zonden, hoe vaak kan je al je zonden vergeven? Paulus zegt, hè? Eén keer maar. Je kan toch niet twee keer al je zonden vergeven? Als ze vergeven zijn, dan ben je alles kwijt. Dus daarom, dat elke vergeving vragen, als je over nadenkt, als al je zonden zijn vergeven, dan zie je dus dat er een verblinding en verharding is. Ja? En dat is met hun hier precies hetzelfde. Daar staat hij, als er vergeving is, dan is er geen offerande meer voor de zonde. Nou, en dat is voor het volk Israël, je ziet hier, ze hebben kracht om te redden en om te dienen. Nou, als je dan ziet, ja, dat zijn de geboden Gods voor het volk Israël. Nou, wat was hun opdracht? Nou, in Marcus eindigt hij ook, dan zegt hij, ga het evangelie verkondigen aan wat? Aan alle creaturen. Verkondig het evangelie en doop ze. Ja, en dan zie je ook dat er gebeuren allerlei dingen met, als ze slangen zullen opnemen. Laten we even daarheen gaan, naar Marcus 16. En ja, als je met Israël ziet, hè, ja, als je graag wat wil zien, ja, dan moet je eigenlijk niet bij het lichaam van Christus zijn. Tenminste, het is wel de bedoeling dat je een godsvrucht ziet in de geloven, dat de gestalte van Christus natuurlijk in jou openbaar komt. En we hadden het net over dat met die passion, en, hè, dat in jouw geval en in jouw geval, dat de mensen over praten op je werk en heb je het ook gezien? En dan denken de mensen, nou, dat is iemand die komt uit de kerk of die gelooft en dus die zal wel ja zeggen en dan horen ze nee. En dan vinden ze het allemaal heel raar. En dat is dan op dat moment zichtbaar, hé, wacht even. En dan heb je ook een kans natuurlijk om ook te getuigen waarom. Hè? Maar je valt wel op, ja. Dus in die zin zijn wij natuurlijk wel licht in deze wereld. Maar al die uitwendige manifestaties, ja, die blijven. Die zijn er gewoon niet in de bedeende genade. En met Israël natuurlijk wel. Dus als je kijkt in Matteüs 16 en vers 15. Hij zeide tot hen, gaat heen in de hele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.
De Heere nam, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijnde, nou dat is eigenlijk wat we net in Hebreeën ook lazen, ja. Predikte overal, ja waar overal? Niet over de hele wereld hoor. Jeruzalem. Ja. En later ook, je ziet dat ze ook nog buiten Jeruzalem gaan prediken, maar niet aan de heidenen hoor. Predikte overal en de Heere vroeg mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Dus ja, dat is wat je er ziet, ja. Dat is het nieuwe verbond. En dat is, ja, dat is wat je ziet met de besnijdenis. Ja. En daar zie je toch kracht of niet soms. Nou, wat zien we met het lichaam van Christus? Men wil ook dat soort kracht op een of andere manier zien. En we weten, er zijn stromingen waar dat geprobeerd wordt. Ook bijvoorbeeld die slangen, hè, maar ook genezen en tongen. Maar dat is een kracht die inderdaad bij het programma hoort, wat bij de besnijdenis was. Dus als Paulus zegt, ja, in Christus Jezus heeft nu besnijdenis nog enige kracht, nog vooruit. Maar alleen een nieuw schepsel. Ja, dan zien we, dat heeft met de bedeling te maken. Heel duidelijk wijkt dat af van wat wij hier lezen. Dus ja, dan moeten we dat ook gescheiden houden. En dat is eigenlijk wat Paulus zegt, ja. Want wat is nou de kracht van een nieuw schepsel van ons? Als Paulus zegt, de kracht zit in het nieuw schepsel. Als ik denk aan Romeinen 1, vers 16 bijvoorbeeld. Ik schaam mij het evangelie Gods niet, het evangelie van Christus niet, want wat is het? Het is een kracht Gods tot zaligheid. Voor wie? Voor ieder die gelooft. En dan? Eerst de Jood en ook de Griek. Maar ook de Griek en ook de Griek. Dat heeft natuurlijk te maken met Romeinen, is geschreven in Handelingen. Toen ging hij ook altijd eerst naar de Jood en toen daarna naar de Griek. Maar we weten, het is voor allen die geloven nu, uit geloof tot geloof, er is geen onderscheid. En dat is de kracht Gods tot zaligheid om gered te worden en ook om een zalig leven te leiden. Dat is de kracht van het nieuw schepsel. He, Romeinen laat ook duidelijk zien, er is geen verschil. Ze hebben allemaal gezondigd. Dat verschil is weg. En helaas, we kunnen het heel vaak benadrukken natuurlijk, maar dan zien wij, dat is helaas, wordt niet verkondigd. Men gooit het door elkaar in. Terwijl Paulus duidelijk laat zien, je moet het gescheiden houden. Ja? Want er is in de Bijbel, jij zei net al, ja, dat plan van God, wat op de hemel en op de aarde is, ja, helaas, niet veel mensen weten dat. Dus als je hier ook kijkt, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is toch onze kracht? Daar zit onze kracht in de boodschap van Gods genade evangelie, zoals aan de apostel Paulus is geopenbaard. Nou, gaan we mee naar Romeinen 15. Romeinen 15. En dan zien we ook hier weer dat Paulus in die brief van de Romeinen op dat moment dat onderscheid nog maakt. Maar hoe komt dat? Wij weten, ik spreek tegen mensen die vlees consumeren. Dat heeft te maken dat wij begrijpen in het boek Handelingen is een overgangsboek. En toen was het nog eerst de Jood en de Griek. En Paulus ging, maar wat hij wel deed, dat evangelie van Gods genade, dat hield hij zuiver ten opzichte van het evangelie wat door de apostel Petrus gepredikt was. Want dat was een ander fundament, hè? Paulus zegt, ik ben een wijs bouwmeester. Ik heb het fundament gelegd. Dat is Christus na de openbaring der verborgenheid. Christus is altijd het fundament. Maar in deze tijd is het wel na de openbaring der verborgenheid. Zoals van hem is geopenbaard. En dan zie je ook in Romeinen 15, vers 16. Opdat ik een dienaar, Paulus, ik, van Jezus Christus zij onder de heidenen. Het evangelie Gods bedienende. Opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden geheiligd door de Heilige Geest. Zie je, Gods Geest die staat er nu achter. Ja, hiervoor niet hoor. Maar zo ik, dan heb ik roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Want ik zou niet durven iets te zeggen, hetwel Christus door mij niet gewrocht heeft tot gehoorzaamheid der heidenen. Hij is de apostel van de heidenen. Met woorden en werken, door kracht van tekenen en wonderheden en door de kracht van de Geest Gods, zodat ik van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld heb. En al zo zeer begeerig geweest ben om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op een ander fundament zou bouwen. Als Petrus nou hetzelfde fundament had, ja, dan zou je het niet een ander fundament noemen, toch? Als ze allebei hetzelfde verkondigen,
Want hier, daar spreekt hij hierover. Het evangelie van het koninkrijk van de besnijdenis. Nou, dat is natuurlijk verkondigd. Petrus, Paulus zegt, daar ga ik niet heen. Hij ging wel naar de synagoog om te vertellen, juist, ja, naar de ongelovigen. Hij ging niet naar de gelovige joden die in de kleine kudde zaten. Hij ging juist naar de ongelovigen, want dat volk was gevallen, zodat zij alsnog gered konden worden. Maar dan kwamen ze natuurlijk in het lichaam van Christus en niet in de kleine kudde. Je ziet hier dat hij dus heel duidelijk ook hier het verschil aan blijft houden. In de Galaten 2 is ook duidelijk daarom ook die hand die Petrus geeft. Ik ga naar de besnijdenis, ik blijf daarnaar gaan, maar dat bedoelt hij mee de gelovige besnijdenis. Niet de ongelovige, daar ging Paulus heen. Dat is het verschil en daar, dat hebben veel mensen natuurlijk een beetje problemen mee of ze snappen dat gewoon niet. Dus ja, dit is ook geschreven in de periode dat Galaten ook actueel was. Ja? Nou, dan zie je, waar is de kracht van het nieuw schepsel? Nou, dat is één bladzijde verder. Vers 25, 16 vers 25. Hem nu die machtig is, u te bevestigen. Wij willen toch bevestigd worden? Ja, in wie ik ben? Nou, ik heb mijn bevestiging in de Heer Jezus Christus. Ja, dat is mijn identiteit. Maar ik heb nog een dagelijkse bevestiging, bekrachtiging nodig. Want ik heb ellendig mens, toch? Dat lichaam van mij. De zonde, die is niet weg, die heb ik nog steeds. Ze zijn vergeven, maar mijn lichaam draagt nog steeds die zondige natuur met zich mee. Ik heb bevestiging nodig. Hoe krijg ik die? Naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzegen is geweest, maar nu geopenbaard is. En door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend gemaakt is gemaakt. Dit is het evangelie, mijn evangelie, dat is voor mijn bevestiging en daar zit dus de kracht. En dat is de kracht niet voor de besnijdenis en dat dat verschil gemaakt wordt, dat zit hem in dat nieuwe schepsel. Dus het is voor zowel de Jood als de heiden op hetzelfde niveau. En dat is het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus is het nieuwe schepsel. Nou, en dat is nu het nieuwe schepsel. Dus als hij... als Paulus zegt, dat is het nieuwe schepsel, we leven in een bedeende genade, nu hè. Als we nu denken, nu is 2014. Je zou kunnen zeggen, vanaf apostel Paulus tot en met nu, draait het om het nieuwe schepsel. Voor Paulus draaide het niet om het nieuwe schepsel, toen draaide het om de besnijdenis. Maar als wij zijn opgenomen, dan gaat het ook weer om de besnijdenis. En dat is nou precies het plan van God waar we over spreken. En dat moet je gescheiden houden. En daarom moet je het door de waarheid ook recht snijden. Dus we lazen net die naar deze regel zullen wandelen, toch? Dat vers las ik net, hè? Gelaten. Overeen zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Zijn wij Israël Gods? Zijn wij het ware Israël? Nee. Dat wordt natuurlijk wel eens gezegd, hè? Dat is de vervangingstheologie of de vergeestelijking. Ja, wij zijn het geestelijk Israël. Maar wij zijn niet het Israël Gods. Dit heeft te maken met de tijd dat de Galaten geschreven is. Toen bestond het lichaam van Christus in de kleine kudde. Stond naast elkaar nog. Maar daarom zie je ook dat Paulus zegt, ik ga niet op een andermans fundament bouwen. Ik hou dat apart. Let op, ik ga alleen naar de ongelovige Joden. Die zitten niet in de kleine kudde. En die kunnen in deze nieuwe bedeling kunnen ze nog gered worden. Maar ik hou het wel apart. Anders krijg je een vermenging. En we weten wat er gebeurt als je vermengt. Hè? Kijk naar het lichaam van Christus in de wereld. Wat heb je dan? Vrede? Nee, je hebt verwarring. En dat is ook het resultaat ervan. Dus hoe hou je die vrede, dat is, en die kracht, dat is als je juist als je het gescheiden houdt en dat je nu praat over het nieuw schepsel en ook de brief van Paulus. Je mag wel de hele Bijbel lezen, maar merk hetgeen ik zeg. En dan merk je de eenheid, de vrede die je hebt, die je nergens vindt. Dat vertuigt iedereen die deze boodschap heeft leren kennen. Puur omdat je gewoon de boel gescheiden houdt. Niet de boel bij elkaar houden, zo gooi je het allemaal bij elkaar. Nee, door het juist gescheiden te houden. En dan zijn wij geen antisemieten. Of wij erkennen, nee, nou ik wou bijna wat zeggen, maar wij zijn geen antisemieten, helemaal niet. Nee, wij zijn juist heel erg pro-Israël. Vanuit Gods woord. Want God heeft namelijk een plan met dat volk. Alleen niet nu. Maar die beloften komen wij. En wij hebben Israël zeker niet afgeschreven zoals de vergeestelijkers allemaal doen. En de vervangingstheologie. Want die hebben eigenlijk Israël aan de kant geschoven. Net zoals de doop is in plaats gekomen van de besnijdenis. Ja, dat is de bron van alle ellende.
Dus ja, maar als je het Israël van God ziet, dat is niet het lichaam van Christus. Wat is nou het Israëls Gods? Dat is het Israël, dat is het ware Israël. Want we weten het, hè? We kunnen het inmiddels dromen. Je hebt het volk Israël, maar er zitten gelovigen en ongelovigen in. Maar wat is nou het ware Israël? Nou, dat is niet alleen als je afstand van Abraham. Gaan we mee naar Romeinen 2. Niet omdat je afstand van Abraham. Afstand van Abraham. Paulus zegt in Romeinen 2. Kijk, de ware Jood is 2 keer besneden. Hoeveel keer zijn wij besneden? Precies 1 keer. En zelfs de vrouw zegt dat hier. Ja, dat heeft te maken. We zijn geestelijk besneden. Met de besnijdenis van Christus die aan het kruis geschied is. Ja? Maar wij zijn niet vanwege een religieuze inzetting, zijn wij fysiek besneden. Maar de ware Jood, die is 2 keer besneden. Die is fysiek besneden, zoals de Heer Jezus ook. En daarna moet hij ook waar besneden zijn? In zijn hart. Dat zegt hij in Deuteronomium. Dus als je kijkt in Galaten 2, en dat wordt ook vaak op christenen toegepast, maar dat is niet zo. In Galaten 2, vers 25, want de besnijdenis is wel nut indien gij de wet doet. Maar indien gij een overtreder de wet zijt, zo is uw besnijdenis vooruit geworden. Want hij spreekt tegen de Jood, kijk maar in vers 17. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. Daar zit zijn vertrouwen. Ik ben zijn uitverkoren volk, we hebben de wet en ik ben besneden en ik stam af van Abraham. Maar dat is niet genoeg. Ja, die afkomst is belangrijk. Maar de Heer Jezus zei al, ja natuurlijk jullie stammen van Abraham af, maar dat is niet genoeg. Je moet geestelijk... Moet je ook een kind van Abraham zijn? En wat betekent dat? Wij zijn ook kinderen van Abraham, toch? Waarom? Omdat wij geloofden, net als Abraham, wat God zei. En dan werd je dat geloof je gerekend tot rechtvaardigheid. Dus die besnijdenis werd Abraham wel als een teken van de rechtvaardigheid van het geloof gegeven. Want hij geloofde. En vanaf dat moment moest iedereen uit dat volk moest besneden worden. Maar je hebt er niks aan als dat alleen bij die fysieke besnijdenis bleef. Kijk, Abraham geloofde en toen werd hij besneden. Het is als het andersom. Je wordt besneden na 8 dagen en dan moet je het ook nog geloven. Want als ben je alleen besneden, ben je een fysieke afstammeling van Abraham, maar je bent geen waar kind van Abraham, want Abraham geloofde God namelijk. En hier zegt Paulus dat ook in Romeinen 2. En dan zegt hij in vers 28, want die is niet een Jood die het in het openbaar is, uitwendig, ik ben besneden, nog die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is, maar die is een Jood die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten in de geest, niet in de letter is de besnijdenis, wiens lof niet is uit mensen, maar uit God. En dat is iemand die is met zijn hart besneden. Dus de ware Jood die is fysiek besneden, en hij is geestelijk besneden. Dat zijn de ware kinderen. Het lichaam van Christus, dat is alleen geestelijk besneden. Daar zie je dus ook weer het verschil. En dat zijn alle gelovigen. De ware Israël Gods, dat is zeg maar het gelovig overblijfsel dat er was voordat Abraham, voordat Paulus geroepen werd op de weg naar Damascus. Dat was zeg maar die 120. En daarna kwamen er nog duizenden bij. Ja? En ja, nu heb je dat niet. Er bestaat nu geen waar Israël Gods. En ik sprak vorige week nog iemand over... Ja, over die 12 stammen met Jacobus 1 vers 1. Ja, er zijn ook sommigen die zeggen, ja, jij hoort ook geestelijk bij een van die stammen. Dat is allemaal niet waar. Helemaal niet. Dan maak je, nee, het is gewoon de ware Jood. De ware Israël Gods, het ware volk van God. Dat gaat, dat heeft zijn bestemming zometeen als wij bij de Heere zijn. Daar is de grote verdrukking dan ook voor om dat ware Israël Gods daaruit te persen, zeg maar. En die gaan het koninkrijk in. Goed. Ja, dus als we in Timotheus gaan, moet je mij horen, in Galaten. Als hij dus zegt in vers 16, en zoveel er, als er naar deze regel zullen wandelen, welke regel is dat? Vers 15. Ja, het nieuw schepsel dat in Christus Jezus nog besnijdenis enige kracht is, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En als je naar die regel wandelt, dus het erkent, ja, dat is gewoon het erkennen, dat is de regel van de bedeling der genade waarin wij leven nu. Dat Christus is het, de Heer Jezus, God is het lichaam van Christus aan het vormen nu. Zodat wij zo meteen met hem zullen gaan regeren daar in de hemel. En dan heeft hij maar 1 volk hoor, en niet 2. 1 volk waarin geen onderscheid is. En als je dat erkent, dan zal er vrede en barmhartigheid zijn en over het Israël Gods.
Nou, je ziet dus in de Galatenbrief, heeft het Israël Gods, dus wat is het Israël Gods nu? Dat is de kleine kudde. Ja? En die heeft toen de tijd naast het lichaam van Christus bestaan. Dus je zou het zo kunnen zien, het lichaam van Christus bij Paulus begint zo. Zo, en die ging omhoog, zo, steeds meer. En de kleine kudde tijdens handelingen was zo, en die ging in die stierf uit. En nu leven wij, nou zeg maar in 2014, en nu heb je alleen het lichaam van Christus. Maar toen heeft het nog naast elkaar bestaan. Dat kon ook niet anders natuurlijk. Ja. Alleen we moeten het natuurlijk begrijpen. En dat is dus, voor ons is die regel, dat is dus het erkennen dat wij zeggen, ja, Paulus zegt, wees mijn navolgers. Zoals ik Christus navolg. Dat is de regel voor ons voor vandaag. En Petrus zegt in Handelingen dat Paulus in Jeruzalem is. Wat zegt hij dan? Wij geloven nu op dezelfde manier zalig te worden zoals ook zij. Met andere woorden, Petrus erkent daar al, en dat zien we in Galaten 2 ook, dat hij de hand geeft aan Paulus. Hij erkent daar dat de Jood is nu in dezelfde situatie als de heiden. Hij heeft verlossing nodig. Hij heeft helemaal niks meer speciale status voor God. En Petrus zegt daarmee, ja, zij moeten nu zelf ook zo gered worden zoals de heiden gered worden. En dat is, hoe wist dat? Dat is zoals Paulus dat verkondigt. En daarom zegt Petrus ook in zijn tweede brief ook, dan verwijst hij ook nu naar wie? Naar de apostel Paulus. Kijk, 2 Petrus. Je ziet heel mooi die ontwikkeling, hè? Want als je, ik ga dat allemaal niet bladeren, anders wordt het een beetje te veel. Maar in Handelingen, dat is op die conferentie die daar toen was, dat Paulus daar ging vertellen wat hij aan de heidenen verkondigde. Dat Petrus dan inderdaad tot de conclusie komt, oh ja, ik ben bij Cornelius geweest. Ja. En toen snapte ik het al niet, maar nou snap ik het. Er is iets veranderd. Er is een nieuw programma. En dat is aan de apostel Paulus geopenbaard. En dat zegt dus dat er, ja, zoals ik, wij Israël eerst en dan de heidenen, dat op het ogenblik dus niet meer zo is. En dat de heiden, vroeger moesten heiden naar Israël om te horen hoe die gered werd. Nu is het de Jood die moet nu naar de heiden om te horen hoe hij gered moet worden. Ja, dat is natuurlijk, dat was natuurlijk ondenkbaar voor de Jood eigenlijk. En als je apostel Paulus niet zou gekomen zijn, dan was dat ook ondenkbaar. Maar dat is het niet juist. Daarom is de apostel Paulus geroepen. En Petrus heeft dat gelukkig gezien. En dan geeft hij ook die hand aan Paulus en Barnabas. En in zijn laatste brief schrijft hij dan ook in hoofdstuk 3, vers 15. En achterlangmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus. Nou, ik wil wel eens zien in het lichaam van Christus die ook zeggen, die geliefde broeder Paulus, ja? Moet je nagaan, Petrus heeft dat gezegd, hè? In het openbaar is die vermaand door Paulus, hè? Is die terechtgewezen. Die grote Petrus, die door de Heer Jezus aangesteld, als het hoofd van de apostelen. Hij heeft hem persoonlijk gezien. Dan ben je iemand, toch? Hij noemt het ook, Paulus noemt hem ook een pilaar. Dan ben je iemand. En dan word jij zomaar even door hem, die Paulus, eventjes terechtgezet. Ja, dan zie je toch, hè, Gods geest in hem werkt. Petrus buigt dan toch weer voor dat woord. En dan zegt hij, de geliefde broeder Paulus. Zie je trouwens dat hij mijn broeder noemt? Ja. Het is toch een ander programma? Ja, dat maakt niet uit. Zij zijn in Christus, wij zijn ook in Christus. Alleen let erop, in de kleine kudde is er, heb je dat verschil weer. Maar in het lichaam van Christus is geen verschil. Maar zij zijn in Christus en wij ook. En wij zijn broeders van elkaar. Een geliefde broeder, naar de wijsheid die, kijk, aan hem gegeven is en niet aan Petrus. Hij wist er niets van. U lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende. Vind ik ook wat mooi als je het leest, alle zendbrieven. Petrus heeft de zendbrieven van Paulus. Welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen bedrijf. Dus ja, je ziet heel mooi, Petrus maakt hier ook weer gelijk, nu bevestigt hij het verschil dat weg is. En dan is hij op een hardhandige manier ook achtergekomen, want Petrus die vreesde voor Jacobus, die dat verschil nog maakte. En wat deed Petrus? Hij at met de heiden en toen ging hij weer met de Joden eten en toen maakte hij, boem, gelijk weer dat verschil. En hij heeft gezien, nee, dat was fout. En dat erkent hij ook. Dus Petrus, de grote Petrus, zegt nu, jullie moeten nou naar Paulus gaan.
Hij heeft mezelf de hand gegeven. Dus ja, het is wel God dat heeft bestaan. En ik ga het nou niet doen, maar als je in Handelingen leest, dan zegt Jacobus ook, kijk, vele jaren daarna, nog in Handelingen, er zijn vele duizenden, ja, die de wet onderhouden. Petrus gaat dan naar Jacobus, zie je de gemeente in Jeruzalem, dat is de kleine kudde, die bestaat er gewoon. Maar dat was allemaal in Israël. En Paulus ging naar de heidenen toe. En zo werd dat groter en groter en groter. Dus wat ging Petrus nu doen? Wat moest de besnijdenis nu doen, ja? Wat moest de besnijdenis nu doen? Petrus zegt, ik ga naar de besnijdenis. Petrus gaat aan de Joden die hij nog tegenkwam, zeg maar, ja? Dan zou hij ook zeggen, je moet naar Petrus gaan. Of naar Paulus. Hij ging hem het evangelie van Gods genade vertellen dan. En de Joden, ja, de gelovige Joden, nou, we hebben net gelezen, die gingen onderwijzen waarom er nou geen verschil meer was. In de nieuwe bedeling. Maar Petrus is onder een andere bedeling gelovig geworden. De hele kleine kudde is onder een andere bedeling gered geworden. En die wordt ook niet groter. Die groeide niet. Maar we hebben het al eerder gezegd, hè? Iedereen in de kleine kudde die kinderen kreeg, nu, nadat Paulus geroepen werd, met deze kennis, wat deed hij? Die verkondigde het evangelie van Gods genade. Want er was geen verschil meer. Voor mij is dat nu zo duidelijk geworden. Hè? Als je het zo nu helemaal in zich heel dat plaatje ziet, dan kan je het begrijpen. Maar ik weet wel, in het begin, welke dingen moeilijk zijn om te verstaan, zei Petrus. Dit is een heel moeilijk punt voor veel gelovigen die de genadeboodschap kennen. Nou, dus ja, het Israël Gods tijdens Paulus heeft dat dus bestaan. In de Galaten bestaat dat ook nog steeds. Maar we weten, die is uitgestorven. Het bestaat niet meer. Maar toen de tijd wel, want Paulus, wat heeft hij gedaan? Ze stierven uit, wat hadden ze gedaan? Ze hadden alles toch verkocht, ze hadden niks meer. Wat deed hij? Hij ging collecteren voor ze, de bediening voor de heiligen. Want die hadden niks meer. Daarin zag je ook dat het dus ook gestopt was. Dus die kleine kudde was alles kwijt. En ze werden minder, 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 minder. Nou, en zo moet je dus wandelen, zegt hij in Galaten, ja. Wandelt volgens deze regel. Dat er geen verschil is. En dat God nu in de bedeende genade het lichaam van Christus is aan het volgen. En als je dat niet gaat doen, hè, volgens die regel wandelen, de vrede en de barmhartigheid, waar is die dan? Nou, ik vind, als je kijkt de Galatenbrief, hè, dat we zijn aan het einde, we gaan het ook afmaken. De Galatenbrief. Is dat een bewijs van dat ze naar die regel wandelden en dat je daar ook vrede zag in die gemeente? Nee, bepaald niet. Weet je waar je het wel zag? Nou, bijvoorbeeld bij de Filippenzen. Maar overal is wat trouwens, hè. Filippenzen vermaakt zich ook een aantal dingen. Want het is namelijk zo, weet je waarom? Omdat wij zijn nog steeds mensen met hetzelfde lichaam de zonde. En die zonde nemen wij allemaal met ons mee. En we hebben Gods geest gekregen, plus zijn genade-evangelie, om ons kracht te geven, zodat die zonde niet in ons gaat heersen. Maar we weten, we zuchten nog in dit lichaam en gebeuren nog dingen. En de zonde is er ook nog steeds. Dus daardoor, het zal nooit volmaakt zijn. Dus ook Filippenzen is een eenheid. En toch wijst hij er een aantal dingen waar het nog aan schort. En zo zal het ons leven lang blijven. Ja? Maar als je de Galaten kijkt, dan zie je, maar de Filippenzen leven wel bij de leer. Bij de gezonde leer. Maar wat zie je met de Galaten? Wat deed die? Die ging naar de wet over. En als je naar een andere evangelie gaat, wat doe je dan? Dan gaat die middelmuur. Ik weet ook nog wel, toen ik gelovig werd, ik was jaren, ging allemaal kaarten uitdelen aan de familie. Dus door mijn gedrag heb ik ook natuurlijk soms dat ze allemaal de wenkbrauwen gingen optrekken, want Jan is gek geworden. Omdat ik ging heel erg pro-Israël, om Israël te steunen. Ik ging kaarten uitdelen voor Israël te steunen. Nou, Paul die was ook nog niet gelovig, dus die dacht ook, nou, dit gaat niet goed. Ja, weet je, allemaal omdat ik het woord en waarheid niet recht wist te snijden gewoon. Het was onwetendheid. En dan zie je dat je door jouw gedrag dus verwarring zaait. En ook door je eigen gedrag mensen van je vervreemd. Door het niet rechtsnijden van het woord en waarheid hoor. Het was met een rein geweten nog. Maar het was niet gesterkt door de gezonde leer dat ik dat soort dingen deed. En nu doe ik het niet meer natuurlijk. Ik vertel wel het evangelie, maar ik vertel nu wel zoals het is. Ja. Dus ja, maar, dan, dus, en maar dat zie je dus ook in het lichaam van Christus, want in Galaten 1, dat is de Galatenbrief, daar was verwarring in vers 7, een andere evangelie, Galaten 1, daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren, en ontroeren, dat je ontroerd bent, niet verdriet, maar helemaal van slag af bent, ja, dan ben je ontroerd, het fundament is weg,
geslagen onder je voeten. En dan kom je in ontroering. Je ziel wordt wankelend gemaakt. Dat is het resultaat van als jij dat... Als je niet naar die regel gaat wandelen, dan is die vrede dus weg. En zo zijn er heel veel teksten. Kijk, als je naar 3 vers 1 gaat, wat noemt hij ze daar? Gij uitzinnige gelaten. Dit is eigenlijk de conclusie van de studie die we hebben gehad de afgelopen 2 jaar volgens mij in de Galatenbrief. We zijn aan het afsluiten, ja. Uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd? Dat gij wat? Heb jij de waarheid? Ja, ik heb de waarheid, ja. Als Paulus zegt ik heb de waarheid, dan zeg ik ook ik heb de waarheid, want ik verkondig wat Paulus verkondigt. En als je dat niet doet, dan zie je, dan worden ze uitzinnig. Buiten hun zin. Nou ja, je kan doorgaan. Kijk in hoofdstuk 4. Dat is ook het resultaat. En nu, als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij van wederom van voren aan wil dienen? Gij onderhoudt dagen. Nou, vandaag bijvoorbeeld. Pasen. Hoezo Pasen? Het is ten eerste Pascha. En Pasen is gewoon een ordinair heidens feest eigenlijk. En dat heeft men gewoon verchristelijk natuurlijk. Maar goed, we hebben het met Kerstmis toen over gehad. Ik dacht, nou, dit jaar doe ik het met Pasen niet. Maar dan doe ik dat volgend jaar, ga ik het met Pasen doen. Gaan we eens even uit de Bijbel en met het heidendom laten zien wat Pasen eigenlijk werkelijk is, hè? Maar goed, maar dan zie je, dit is het resultaat. En wat noemt dit? Zwakke en arme beginselen. Ze waren krachtig en ze waren ook rijk voor Israël. En dat zal het ook in de toekomst zijn. Maar nu is dat evengevend koninkrijk voor ons arm en zwak. Terwijl de genade is wat? Is toch niet arm? Dat is rijk en het is krachtig. Maar als je niet naar die regel wandelt, kom je hierin. En dan zie je ook in vers 19, de gestalte van Christus, ja, die verdwijnt dus. Die komt pas openbaar in jou door dit evangelie. In hoofdstuk 5 staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Wat heeft jou vrijgemaakt? Het evangelie van Gods genade. Niet door een mengsel, hoor. En daar moet je in staan. En let op dat je niet wederom met het juk de dienstbaarheid laat bevangen. Dus je komt in dit evangelie, dat geeft je vrijheid. Maar ga je die regel, niet volgens die regel wandelen van het nieuw schepsel, dus dat je dat onderscheid niet gaat maken, wat krijg je dan weer ervoor terug? Dan komt het juk weer. En dan zit je weer in de slavernij. Niet dat je behoudenis verliest. Alhoewel, voor mensen die dus dit verlaten, kunnen in hun overtuiging ook die zekerheid verliezen, omdat ze natuurlijk onder teksten komen te vallen, dat je dat misschien zelfs ook gaat daarin overeenstemming mee gaan denken. Het is zo rijk dan. En let op, hè, dat je dat niet verlaat. Vers 8. Dit gevoel is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeeg verzuurt het hele deeg. Het hele deeg. Een verkeerde leer verzuurt het hele deeg. Ik vertrouw u van u in de Heere, dat gij niets anders zult gevoelen, maar die u ontroert. Heb je het weer? Ontroering door wat? Door de wet te komen te brengen met een andere evangelie. En dan vers 11, dan zie je ook, de ergernis van het kruis is vernietigd. Nou, ik wil de ergernis van het kruis. Dat klinkt raar, maar ik wil de ergernis van het kruis. Dat betekent, Christus heeft voor mij alles gedaan. Ik hoef alleen maar te aanvaarden wat hij in zijn woord zegt, wat hij voor mij gedaan heeft. Ik hoef niks te doen, wat wil je nou nog meer? En in vers 15, wat zie je dan? In plaats van elkaar lief te hebben, in vers 15, indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Ruzie, nijd, dat soort dingen. De werken van het vlees, vers 19 tot en met 21, is het resultaat van niet naar deze regel te willen wandelen. Maar als je wel naar de regel wandelt, is vers 22 jouw resultaat. Dan zie je de vrucht van de geest. En dan laat je door de geest leiden. En dan zie je in vers 26, wat doe je onder de wet? Dan ben je een zoeker van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Als je onder de wet leeft, dan leef je onder een systeem van doen. Je moet dit doen om iets te bereiken. En dan doe jij het, maar dan ben je net zoals je schriftgeleerde. Ik doe het, en dan zie je een ander die het niet doet. Nou, dan weet je al, ijdele eer, toch? Nou, dat is allemaal het resultaat. En zo kunnen we... Nou, dit is de Galatenbrief daar natuurlijk
een geweldig beeld van. En ze zijn onrustig daar geworden, van geworden. En onrust is het tegenovergestelde van de vrede. En wij hebben de vrede. Naar vers 17 gelaten. Voorts, niemand doet mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus Christus in mijn lichaam. Ja, die tekst wordt ook gebruikt. Hè? De stigmata. Ken je dat? De stigmata? Nee? Franciscus van Assisi. Ja, we hadden net over die kloosterserie. Dan zie je dus iemand die zegt, ja, en Benedictus dit en Benedictus dat. He, dat je denkt, hé, waarom hoor ik de naam van Christus niet? Wat hij zegt. Maar Franciscus van Assisi heeft ook een grote naam. Het zal allemaal wel. Maar die had dan ook, lijden ze zo erg, dat je dus de wonden van Christus in zijn handen, dat die worden zichtbaar. Dat zijn de stigmata. Dat nooit van gehoord? Nou, typ het maar in op Google, dan kom je het wel tegen. Maar dat wordt geleerd. Maar dat bedoelt Paulus hier niet. Hij zegt de littekenen van Christus. Van wie zijn die littekenen? Van de Heer Jezus Christus, inderdaad. Nou, tegen de gelaten, die weet heel goed waar hij het over heeft. Weet je waarom? In Handelingen 14. Waar is hij gestenigd? In Galatië. Nou, daar heb je volgens mij wel littekens van. Toch? En wat dacht je, 1 Korinthe 11, van al die slagen, gegezeld en noem het allemaal dingen. Dat noemt hij de littekenen van de Heer Jezus Christus. Maar laat je niet van de wijs brengen door te denken dat je dat zichtbaar gaat krijgen in jouw lichaam. We weten ook, dat zijn die bekende fabelen en verhaaltjes die buiten de Bijbel om zijn. Nee, daar praten we niet over. Maar Paulus zegt, val me verder niet lastig. Ik heb al genoeg aan al de zorg die ik heb aan al die gemeenten. Dit is de waarheid. Dit is het evangelie. En daar moet je voor staan. En dit is het geloof. En ik heb vervolging. De vervolging is met Petrus begonnen. Ja? Petrus, Satan heeft u lieden begeerd te ziften als de tarwe. Petrus werd vervolgd. Maar we weten, de vervolging. Als Paulus in Handelingen 9 tot bekering komt. Dan zie je vanaf dat moment hebben de gemeente in Judea. Wat hebben ze daar? Vrede, want de vervolging stopte van Satan, die ging namelijk over. De grote vervolger werd op dat moment zelf de grote vervolgde door Satan. En daarom heeft hij de littekenen van Christus. En Paulus zegt ook dat hij zegt, ik verblijd mij in de overblijfselen van de verdrukkingen van wie? Van Christus. En het heeft hij, de Heer Jezus zelf met zijn bekeringen, dan zegt hij toch, hij zal veel moeten lijden om mijn naam. Nou, Paulus heeft geleden. Als geen ander. En daarom wil ik niet horen wat Benedictus zegt. Of Franciscus. Of een of andere grote naam in het protestantisme. Het interesseert me allemaal helemaal geen bal. Ja. Maar ja. Nee, ja, dat is gewoon. Misschien zeggen ze mooie dingen. Maar als het niet in overeenstemming met Gods woord recht is. Nee, dan heb ik er gewoon niks aan. Dus ik wil ze niet bespotten. Dat bedoel ik niet. Want ik heb ook bepaalde commentaren. Nou, die zijn echt. Daar heb ik best wel wat aan. Maar ik moet wel recht snijden. Ja, dat zeker. Maar het gaat erom dat apostel Paulus is onze apostel. En hij zegt, ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Dat zegt hij in zijn allerlaatste brief, ja. En hij is vervolgd tot en met. Hij heeft in Rome gezeten en daar is hij uiteindelijk gedood. Maar hij zegt, de Heer heeft mij bekrachtigd. En hij zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk, ja. In 2 Timotheüs 4, vers 17 zegt hij dat. En hij is uit de muil van de leeuw verlost. Niet de leeuw die naar het stadion zit. Maar Satan bedoelt hij ermee. In al die vervolgingen. Maar de Heer heeft hem bekrachtigd. Waarom? Opdat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. Ja? Nou, die moet je zelf meteen lezen thuis. Dat is wat er gebeurd is. En als wij hier voor dit evangelie staan. Dan hebben wij ook met die leeuw te maken. Ja? Dan hebben we ook met die leeuw te maken. Die probeert ook ons te verscheuren. Die probeert ook dit evangelie kapot te maken. En hoe doe je dat? Gewoon te zeggen het is niet waar? Nee, gewoon door een beetje water bij te doen. Hè, door het evangelie van het koninkrijk eraan toe te voegen. Dat is bij de gelaten gebeurd. En dat is het werk van de boze. Want wat gebeurt er met dit evangelie als wij het verkondigen? Christus heeft alles gedaan, ja? Dan zeggen we, Satan heeft geen macht meer over mij. Hij is verslagen aan het kruis. Het was Gods wijsheid. Door het niet bekend te maken. En pas via de apostel Paulus. Dit bekend te maken. Dat zowel in de hemel als op de aarde. Satan is ontroond. En hij weet wat zijn lot is. Want als we een openbaring lezen. Dan gaat hij naar de poel des vuurs. Ja.
Dus dat wij daarom deze gelaten brief, nou ja, dat is een geweldige brief om de mensen die onder de wet, en in deze tijd spreken we over de reformatorische kant, traditie, met deze brief is een correctie, hè? Alle schriften van God is ingegeven tot wederlegging, tot verbetering. Ik kon niet op het woord komen. Verbetering, dat is een correctie. Corrigeren van die leer en terug naar de genadeleer. Terug naar de Romeinenbrief. En dan zegt Paulus, het zijn de littekenen van Christus in mijn lichaam. Letterlijk heeft hij ze. Ik heb ze niet hoor. Ik ben nog niet geslagen. Maar we hebben wel last van de vervolgingen. De geestelijke vervolging, dat je gesmaad of dat je alleen komt staan en dat mensen het niet willen. Dat hebben we wel. Maar goed, dat geeft niet, want Paulus zegt ook in zijn brief, ik vermag alle dingen dankzij Christus die mij kracht geeft. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest, broeders. Amen. En dat is inderdaad de genade die werkt in de inwendige mens. En het is de genade die met onze geest is, ja, en dus niet via de wet, waar? In ons vlees. Want ik word gesterkt door zijn geest, waar? In de inwendige mens. En die werkt alleen als het in overeenstemming is met zijn woord, en dat is het evangelie van zijn genade. Nou, goed, dit was gelaten. En dit is een geweldige brief, ja, om te weerleggen dat wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade alleen. En dat Christus alles voor ons gedaan heeft. En dat we alleen kunnen roemen. Dat is besluit in zijn brief ook. Hè? Het zij verre dat ik zou roemen dan anders dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Zullen we daarvoor danken? Ja, Vader, wil u danken dat wij, ja, dat wij hier gelukkig ons amen op kunnen zeggen. Want wij hebben geloofd, Vader. En we weten dat het waar is. En we merken ook dat het waar is. Want we merken dat het ook werkt in ons. Omdat we het geloofd hebben. Dat we ook mogen gesterkt worden, ook weer de aanstaande dagen, Vader, door uw genade, Vader. En ook in alle leringen die op ons afkomen, of misschien verzet van mensen die er tegen zijn, of proberen ons er vanaf te houden, Vader, dat wij mogen gesterkt zijn door uw woord, rechtgesneden, en dat we ook begrijpen, er is geen verschil, Vader. We moeten dat ook gescheiden houden, precies zoals Paulus dat ook zegt. Als we naar deze regel wandelen, dat we laten zien, Vader, dat wij juist moeten gescheiden houden wat voor Israël is en wat voor nu in deze tijd in de bedeling der genade is, het nieuwschepsel. Vader, dank u wel voor die wijsheid. Dat is uw wijsheid, Vader, en dat we daar ook uit zullen leven. Bedankt voor alles, voor het volbrachte werk van de Heer Jezus, in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.